Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 7 juli. Nader vrijmoedig tot de troon. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Hebreeën 4, vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. God wil dat wij de gewoonte hebben om naar Hem toe te rennen voor genade, bovennatuurlijke, innerlijke kracht. Hij wil dat we uitsluitend op Hem vertrouwen. Maar de vijand probeert tegen ons te liegen door ons te vertellen dat we niet goed genoeg zijn om in Gods aanwezigheid te zijn. Satan probeert ons ervan te overtuigen dat we te veel fouten hebben gemaakt voor God en dat Hij niets met ons te maken wil hebben. Maar dat is niet wat Gods woord zegt. Zijn woord zegt dat wij als zijn verloste en vergeven kinderen vrijmoedig naar zijn troon kunnen toegaan. Je moet vandaag deze waarheid ontvangen en de keuze maken om hiernaar te leven. In plaats van te zeggen, ik heb niet het gevoel dat God mij lief heeft, of ik heb niet het gevoel dat ik vergeven ben, of ik heb niet het gevoel dat ik een toekomst heb, zeg dan, God heeft mij lief en niets kan mij scheiden van zijn liefde. Hij heeft mij vergeven en ik kan nu naar hem toe gaan in het vertrouwen dat hij mij accepteert. Telkens als je je onwaardig voelt, onthoud dan wat het woord van God zegt en ga dan vrijmoedig naar je hemelse Vader. Hij wacht verlangend op je om je te ontvangen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik kom vrijmoedig tot U, want Uw woord zegt dat ik vergeven ben en dat ik altijd bij U mag komen. Dank U voor Uw vergeving voor mijn fouten en Uw genade die mij helpt in tijden van nood. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.